Mevrouw Vos, wanneer verwacht u witte rook uit het stadhuis van Almelo? Nou, ik denk dat het niet te lang hoeft te duren. Ja, we gaan nu wel een paar natuurlijk feestdagen tegemoet, hè? Dus daar geven we elkaar ook een beetje rust. En dan kunnen we eens even goed nadenken hoe we het verder gaan doen. Maar ja, dan verwacht ik toch dat ze een maand verderop, dat we een heel eind zijn. Ja. Meneer de Graaf, u heeft als mede-informateur voorgesteld dat D66 gesprekspartner moet zijn. Was het niet handig geweest om wat meer opties op tafel te leggen? Dat had gekund, maar ervaring heeft geleerd, en het is niet de eerste keer dat ik informateur ben, en, dat je dat niet moet doen, omdat je dan bij voorbaat de discussie losmaakt van variant 1, 2 en 3. Oké, dan gaan we daar nog eens eventjes een paar maanden over discussiëren en dan kom je nooit meer uit. Met 15 partijen kom je daar nooit meer uit. Nou, wij hebben de conclusie getrokken dat de democratische evenement van de gemeenteraadsverkiezing heeft natuurlijk een mooi resultaat gehad met 15 partijen. 15 partijen die één of meerdere zetels hebben in deze raad. En dat maakt de puzzel best ingewikkeld van hoe zorg je nou voor een stabiele coalitie. En ons advies is om een coalitie te vormen met VVD, CDA, LAS en D66. Dus we hebben gemeend om één voorstel te moeten doen. De drie partijen die gezegd hebben dat ze door willen met het beleid, de drie grootste partijen ook, met een vierde partij waardoor men 18 zetels heeft. Dat is een krappe meerderheid, maar een extra partij toevoegen betekent ook een extra wethouder, zoals u hebt gehoord. Dat betekent ook weer extra kosten moeten maken, terwijl Almelo met vier wethouders en een burgemeester moet kunnen doen. En vandaar dat wij deze keuze hebben voorgelegd. Als u in uw glazen bol zou kunnen kijken, wat ziet u dan? Dan zie ik dat ze met elkaar hard aan de slag moeten de komende weken om een coalitieprogramma te schrijven met z'n vieren. Dat moeten de fractievoorzitters vooral doen, niet de beoogde wethouders. Want die moeten straks het beleid uitvoeren. De fractievoorzitters moeten dat coalitieakkoord in elkaar timmeren, zeg maar. En we hebben ook voorgesteld, leg dat dan straks in concept voor aan alle andere fracties in de raad. Er zijn er 15 in totaal. Geef die andere fracties ook de gelegenheid om op dat akkoord te reageren, op dat concept. Misschien ook nog aanvullende voorstellen te doen, verbeteringen voor te stellen. En neem die voorstellen dan ook serieus als coalitiepartijen, waar daarmee creëer je extra draagvlak nog voordat je begonnen bent. Men zou er naar moeten streven om eind mei klaar te zijn met het coalitieprogramma en het rondje langs de gemeenteraad. Ja.